Goedenavond, dames en heren. Het jaar 2010 zit er bijna op. Voor een enkeling, zoals baby Daan uit Wijchen, was 2010 het begin. Het begin van alles. Voor ons begon een nieuw jaar met Gelders Nieuws. Ontroerend nieuws, schokkend nieuws. Nieuws dat de wenkbrauwen doet fronsen. Soms ook nieuws waar je om moet lachen. We brachten het allemaal bij u in de huiskamer. Het komend half uur zappen we terug in de tijd en laten nog één keer de meest markante onderwerpen de revue passeren. In 2010 begon het direct al onrustig in Culemborg. Daar ging het met Oud Opnieuw behoorlijk mis. Er stond in eerste instantie stond daar een jongen en die is weggesprongen. Hij moest echt rennen voor zijn leven. Hij gaat weer een klein stukje terug, probeert vervolgens een andere jongen te rammen. Ook dat is niet gelukt, draait om. En gaat volop dit smeedijzeren hek rijdt die aan. Nieuwjaarsnacht rijdt een auto met daarin vijf jonge mannen van Marokkaanse komaf een voortuin van een woning in de Culemborgse Diepenbrokstraat in. Daar staat op dat moment een groepje Molukse Nederlanders. Twee van hen lopen lichte verwondingen op. De inzittenden van de auto proberen te vluchten. Maar de tweede dat niet lukt worden door omstanders gepakt en mishandeld. In de wijk zijn dan al lange spanningen tussen Marokkanen en Molukkers. Maar door dit voorval escaleert de situatie. En wij gaan aandacht besteden aan wat hier gebeurd is. Maar eerst de rust terug hier. De ME moet eraan te pas komen om de vrede in de wijk te bewaren. Zodra de ME zich iets terugtrekt, gaat het opnieuw mis. En worden op meerdere plekken de ruiten ingegooid. Ik ben naar beneden gewoon op mijn knieën gelopen om naar haar toe te gaan. Dan lag ze bloedend. En waar willen ze haar leven? De dochter van Ida Koenmans, Shuela, krijgt de steen bijna op haar hoofd. Ze raakte al licht gewond door de auto die haar voortuin inreed. Politie, gemeente en allerlei maatschappelijke organisaties hebben hun handen er vol aan om de rust in de wijk te bewaren. Er ontstaat een situatie waarin ook een burgemeester geen goed meer kan doen. Ook al komt hij met een uitgestoken hand. Ze komen hier met z'n 20 of 30 mensen het raam kapot maken en ze vluchten weg. Waar is de burgemeester? Nergens te bekennen. Bijna een jaar later zijn veel betrokkenen bij het geweld veroordeeld. In het geval van de bestuurder van de auto betekent dat anderhalf jaar gevangenisstraf. Er lopen twee buurtveiligheidsteams door ter weide. En er is een team opgericht dat moet werken aan een veiligere wijk. Het lijkt te werken, want het is al een tijd rustig in de wijk, zeggen buurtbewoners. Het is heel rustig geworden. Heel rustig geworden daarachter. Maar de coaches die gaan steeds rond. En dat scheelt je een heel stuk. Je kunt ze aanspreken op bepaalde dingen. Dus dat is wel fijn. Die coaches zijn actief bij probleemgezinnen. Betaald van het miljoen dat Culemborg kreeg van Den Haag om de onrust aan te pakken en de wijk op te knappen. De burgemeester is ervan overtuigd dat het dit jaar met Oud en Nieuw rustig blijft. Ja, die zien we met vertrouwen tegemoet. Het komend jaar verwachten wij dat het gewoon goed gaat verlopen. We hebben intensieve contacten met bewoners en met organisaties in de wijk. En we zijn serieus voorbereid. Uit de wijk komen ook andere geluiden. Meerdere buurtbewoners zijn teleurgesteld uit het bewonersoverleg gestapt. Jongeren balen dat er nog steeds geen jongerencentrum is. En veel mensen durven niets voor de camera te zeggen, omdat de spanningen volgens hen onderhuids nog groot zijn. Het slachtoffer worden van geweld, dat is een van de meest indringende gebeurtenissen waar je als mens mee te maken kunt krijgen. Helaas kregen ook dit jaar weer veel Gelderlanders te maken met de gevolgen van geweld. En in veel gevallen brachten we ook dit nieuws bij u thuis in de huiskamer. Op vrijdagavond 15 januari komt de 50-jarige Arnhemmer Mario van der Gijn in Nijmegen om het leven na een aanrijding door een scooter. Ook de twee jongeren op de scooter raken gewond. De twee zijn op de vlucht voor de politie. De zaak zorgt voor veel ophef omdat de twee jongens na het ongeval ook ziekenhuispersoneel bedreigen. De kwestie krijgt landelijke aandacht omdat het ziekenhuispersoneel zich zo bedreigd voelt dat ze weigeren aangifte te doen. Ook redacteuren van de Gelderlander worden in verband met de zaak bedreigd. Het slachtoffer, Mario van der Gijn, medewerker van het Nijmeegse cultuurcentrum Lux, wordt herdacht met een monument. De hemel was nog eenmaal vol sneeuw. Maar ze viel niet. Die nacht toen een glimlach zijn mens overleefde. Op 9 mei wordt de 18-jarige Emiel Pardijs uit Wichmond na een avond stappen in elkaar geslagen en bewusteloos achtergelaten op de Den Elterweg in Zutphen. Daar wordt hij aangereden door een auto. Hij overlijdt later in het ziekenhuis. Er worden al snel 3 verdachten aangehouden. De 22-jarige Koen Buitelaar uit Groesbeek wordt op 7 maart doodgestoken voor de deur van de plaatselijke discotheek De Hoeve.
Vlak na de steekpartij houdt de politie een verdachte aan. Het gaat om een 32-jarige man uit Groesbeek met een flink strafblad. Wat een mooi feest leek te worden, eindigt in een drama. Het zomerfestival Rio aan de Rijn in Arnhem kent een bizar eind. Een man trekt tussen de toeschouwers op de markt een pistool uit zijn broekriem en schiet op verschillende mensen. Er ontstaat een chaos. Bij de schietpartij komt een 48-jarige Hagenaar om het leven en raken verschillende mensen gewond. Het is verschrikkelijk voor de slachtoffers, maar het is ook verschrikkelijk voor de mensen die eromheen stonden. Mensen die in paniek raakten, die hun kinderen beetpakten, die niet zo snel wisten of iedereen er nog was. Het is voor slachtoffers erg, het is voor omstanders erg. Het is vreselijk dat dit gebeurd is. Op woensdagmiddag 20 januari wordt Martine Bruil dood in haar woning in Bennekom gevonden. Ze is de echtgenote van de oud-directeur van de Bruilgroep, een wegenbouwbedrijf uit Ede. Martine Bruil is door meerdere messteken om het leven gebracht. Al snel wordt er een familielid als verdachte aangehouden. Een verdachte van een overval komt op 20 augustus van dit jaar zelf om het leven, wanneer hij wordt neergeschoten door agenten. De man zou kort daarvoor de agenten hebben bedreigd en een politiehond hebben neergestoken. Ooggetuigen zien hoe de man van dichtbij door de politie wordt beschoten. De politiemensen die hun wapen hebben afgevuurd zijn later ook als verdachten gehoord. Eind vorig jaar verdween plotseling autohandelaar Henk van Ravenhorst uit Beekbergen. Enkele weken later wordt zijn lichaam in de bossen bij Hoogsoeren gevonden. Een 36-jarige Eerbeker wordt al kort na de vermissing aangehouden. Eind november wordt in Arnhem het lichaam gevonden van een 51-jarige straatprostituee. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Het is een rechtszaak in een geruchtmakende moord. De dader, Esjan B., wordt dit jaar door zowel de rechtbank in Zutphen als het gerechtshof in Arnhem tot 15 jaar cel veroordeeld. Zijn slachtoffer, de 27-jarige Joanne Noordink uit Aalten. Sinds 11 december 2008 werd Joanne vermist. Ruim 3 maanden later werd de verdachte opgepakt en het lichaam van Joanne in de tuin van zijn woning gevonden. De ouders van Joanne maken alle zittingdagen mee. We hopen in ieder geval wat rust te krijgen nu. Afgelopen jaar is toch voor een heel groot deel ook bepaald door allerlei, door de rechtszaken en alles wat erbij kwam kijken. Met veel mensen moeten praten. En eigenlijk willen we dat niet meer. We willen nou gewoon rust. De jongens die de 16-jarige Tano Jansen hebben opgesloten in een zeecontainer, waarna hij overleed, zijn in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar cel. Dat is dezelfde straf als de rechtbank in Zutphen eerder had opgelegd. Justitie had tot 5 jaar cel geëist. Bij een gewapende overval op een woning in Nijmegen wordt in de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 juli de 53-jarige bewoner om het leven gebracht. De 3 daders bedreigden eerst de vrouw van het slachtoffer. Als de man wil ingrijpen, wordt hij doodgeschoten. Het aantal overvallen op woningen in Gelderland verdubbelde de afgelopen 2 jaar. De camera's van TV Gelderland registreerden dit jaar weer een heleboel evenementen. En natuurlijk is de Nijmeegse Vierdaagse voor u, maar ook voor ons, een absoluut hoogtepunt. Maar ook de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is inmiddels uitgegroeid tot een grote publiekstrekker. Al hing het doorgaan van de Zwarte Cross dit jaar wel aan een zijden draadje. Een storm veroorzaakt enkele dagen voor het beginnen van de Zwarte Cross enorme schade op het festivalterrein. Tenten worden omvergeblazen en 4 mensen raken gewond. Toch weet de organisatie de boel snel weer op te bouwen en dus kan de Zwarte Cross gewoon van start gaan. Maar het evenement is nauwelijks begonnen of er gaat weer iets mis. Bij de opbouw van een kermisattractie komt een medewerker om het leven. Maar uit angst voor ongeregeldheden wordt de Zwarte Cross niet afgelast. Ja, de show must go on. Uiteindelijk weten zo'n 150.000 mensen de weg naar het festival te vinden. Maar ook andere evenementen trekken enorm veel bezoekers. Kijkt u even mee naar een compilatie.
Liefhebbers van een echte winter die konden afgelopen jaar hun hart ophalen. Want de eerste maanden van 2010 was Gelderland gehuld in een dik pak sneeuw. En omdat het ook nog eens flink vroor, konden de schaatsen eindelijk uit het vet worden gehaald. Voor het eerst in 13 jaar wordt in januari de Veluwemeertocht bij Elburg verreden. De omstandigheden zijn bar, maar voor de liefhebber is er niks mooiers dan schaatsen op natuurijs. Ik bedoel, kijkers ook mooi. Maar als we meteen klaar zijn, dan gaan we ook even pakken rond. Veel kinderen beleven de winter van hun dromen. Meestal met de slee, al probeert deze jongen het op zijn snowboard. Maar het winterweer zorgt ook voor overlast. Door de vorst ontstaat er veel schade aan het wegdek. En Rijkswaterstaat is maanden bezig om de gaten in de weg te dichten. Veel gemeenten kampen met gebrek aan strooizout. En dat leidt weer tot extreme gladheid. In de zomer wordt de Achterhoek meerdere keren getroffen door extreem noodweer. Zo valt er eind augustus zoveel regen dat delen van het gebied overstromen. In Lievelde valt op één dag maar liefst 140 mm regen. Een record. Vooral boeren zijn de dupe. Oogsten vallen letterlijk in het water en de schade loopt in de tientallen miljoenen euro's. Maar wat veel mensen vooral is bijgebleven, is het noodweer in juli. Toen had de Achterhoek te maken met een windhoos. Veel huizen raken beschadigd en in Vragender waait zelfs een kerktoren van het dak. Maar in het buurtschap Vethuizen bij Doetinchem gaat het pas echt goed mis. En mensen vertellen mij en beschrijven hoe ze uit alle macht hebben geprobeerd om de voortent en de caravan vast te houden. Maar die werd simpelweg uit hun handen gerukt en rolde zo de grote plas in. Zogeheten valwinden veroorzaken een ravage op een camping aan de Kemperplas. Twee mensen vinden de dood en meerdere campinggasten raken zwaar gewond. Onder hen ook Jos de Graaf uit Doetinchem. Hij kijkt met zijn gezin nog één keer terug op de dag die bijna zijn leven kostte. Jos weet nog goed hoe het allemaal begon. En in één keer zie ik de caravan bewegen aan de bovenkant. Die kwam een beetje op me toe. En ja, daar schrik je van. En ik zag pellen en meer bij de caravanwand zitten. En ja, de schrik zie je dan in de ogen. En ik had de euvele moed, omdat ik denk van nou, dat ding moet ik tegenhouden. Dus toen die caravan kwam, sprong ik op en ik heb hem zo tegengehouden. Jos komt onder de caravan terecht en wordt meegesleurd richting het water. Onderweg botst hij op een betonnen plaat en breekt op meerdere plaatsen zijn borstbeen en zijn arm. Wat ik natuurlijk zag is dat hij zijn arm zwaar gewond was. Dat lag helemaal open en dat zag er afschuwelijk uit. En aan de manier waarop hij zat. En hij wilde zelfs op dat moment nog opstaan. Maar hoe dat eruit kwam, dat hij nauwelijks lucht had. En daar zag ik wel aan dat het heel ernstig was. Jos ligt wekenlang in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een heftige tijd voor het hele gezin. Maar nu, bijna een half jaar later, is Jos er weer bovenop. En hij realiseert zich dat het ook anders had kunnen aflopen. Want de buurvrouw van de familie De Graaf was een van de twee dodelijke slachtoffers. Ja, want dat heb ik gezien. Zij werd hier gereanimeerd en ik zat daar. Dus zeg maar, dat is een meter of acht verder en dat maak je dan mee. En dan besef je ook dus dat het ja, voor sommige mensen eindig is. Ook bij de kinderen van het gezin heeft de storm een grote impact gehad. Heel eng allemaal. Want ja, ik wist natuurlijk ook niet of er mensen dood waren. Ja, de hele caravan schudde en die shakte helemaal. Ik was, laat me zeggen, echt in paniek. Omdat ik in de caravan zat, dacht ik wel dat iedereen dood was. Omdat ik dan zie je niemand. Ik heb echt alleen witte wazen gezien. Dus ik dacht ook dat iedereen dood was. Ik dacht ook, ik ben de enige overlevende of zo. We hebben ontzettend geluk gehad. We zijn door het oog van de naald gekropen. Ja, dat is... En dat, ja, dat gebeurt maar één keer, dus we hebben dat gehad. Maar we kijken toch niet achterom. Ja, en dan de sport. Het
grootste sportnieuws kwam dit jaar uit Arnhem. Want de komst van een onbekende suikeroom zette de Rijnstad op zijn kop. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Vitesse-voorzitter Maasbert Schouten kan zijn geluk niet op. De Georgische zakenman Merab Jordania koopt in augustus de Arnhemse voetbalclub. En daarmee komt voor het eerst een Nederlandse club in buitenlandse handen. Het vertrouwen bij de club en de nieuwe eigenaar is groot. In korte tijd heeft hij ons overtuigd van zijn grote voetbalhart. Visie, winnaarsmentaliteit en oprechte betrokkenheid bij Vitesse. Hij is nu al één van ons. Lovende woorden dus voor Jordania, die een bekendheid is in zijn thuisland Georgië. Maar hier kent niemand de steenrijke zakenman. Toch heeft hij bewust gekozen voor een Nederlandse club. Wow, my life, I was in football. And especially Dutch football. For me, the place where can I reach my ambitions. De ambities bij Vitesse zijn torenhoog. Er wordt hardop gedroomd over het kampioenschap en de Champions League. De fans vinden het allemaal prachtig. We gaan eindelijk het landskampioen meemaken. We gaan eindelijk van het faillissement weg. Eindelijk misschien weer een vol gelddroom en wie weet wel Europa. Jordania is als zakenman omstreden in eigen land. Zo zat hij 2 keer in de cel op verdenking van fraude. Jordania gaat echter niet in op lastige vragen over zijn verleden. Hij heeft het liever over het kopen van nieuwe spelers. Direct na zijn komst doen al de wildste geruchten de ronde. Trainer Theo Bos ziet het helemaal voor zich. Ik heb al een aantal namen voorbij horen komen en ik denk dat ik daar niet zoveel problemen mee zal hebben. Ronaldinho? Nou, wie weet. Uiteindelijk komt niet Ronaldinho, maar wel 8 andere nieuwe spelers naar Arnhem. Die zorgen echter niet direct voor een ommekeer. Sterker nog, Vitesse presteert onder de maat en 2 maanden na het aantreden van Jordania moet trainer Theo Bos het veld ruimen. Een week later wordt zijn opvolger al gepresenteerd. Het is Albert Ferrer, oudspeler van Barcelona. Maar ook onder zijn leiding blijft Vitesse moeizaam presteren. En dus is er halverwege het seizoen nog weinig terechtgekomen van de ambities. Voorlopig is Vitesse niet eens de nummer 1 van Gelderland. Al denkt deze fan daar anders over. Ook bij NEC is het dit jaar onrustig. De Nijmeegse club kampt met grote financiële problemen. NEC lijkt rechtstreeks naar de afgrond te glijden. Maar uiteindelijk schiet de gemeente NEC te hulp. Via een ingewikkelde deal leent de gemeente ruim 2 miljoen euro aan NEC. En daarmee is de club voorlopig uit de geldzorgen. Ook bij de Graafschap zijn er financiële zorgen. Maar sportief gezien gaat het de Doetinchemmers voor de wind. In april wordt de Graafschap kampioen van de eerste divisie. En het is Dalbotoglu! Natuurlijk is het Dalbotoglu! En dat wordt gevierd. Het koningskoppel uit Harskamp. Edward Gal en zijn 10 jaar oude hengst Moorland Stotilas. Een van de opmerkelijkste sportprestaties wordt dit jaar geleverd door dressuurruiter Edward Gal. De Harskamper verovert met zijn wonderpaard Totilas maar liefst 3 wereldtitels. Gal steekt met kop en schouders boven de concurrentie uit. Ik heb echt wel even gehuild ernaar. Ik was echt geweldig. De Gelderlander is direct de grote favoriet voor de Olympische Spelen in 2012. Maar nog geen 2 weken na het WK wordt zijn paard Totilas plotseling verkocht aan een rijke Duitse paardenhandelaar. En daarmee lijkt Olympisch succes ineens ver weg. Wielrenner Robert Gesink laat in de Tour de France zien dat hij bij de beste renners van de wereld hoort. Dit tot grote vreugde bij zijn fans in zijn geboorteplaats Varsseveld. Het is wel Gesink gekte, ja. Ah, zeker de trots van Varsseveld, hè. Wat wil je nog meer? Gesink wordt uiteindelijk 6e in de Tour. Ook in andere wedstrijden laat hij mooie dingen zien. Maar het seizoen van Gesink eindigt in mineur. Zijn vader komt tijdens een wielertocht zwaar ten val en overlijdt later in het ziekenhuis. Het is niet alleen de mens of de elementen die centraal staan bij ons in het nieuws. Nee, ook het wel en wee van de dieren houdt ons bezig. Zo kwamen apen, tijgers, dolfijnen en zelfs een krokodil in onze uitzendingen voorbij. Octopus Paul groeit uit tot het Duitse orakel van het WK voetbal. Paul blijkt voor de wedstrijd telkens weer de winnaar te omarmen. Daardoor wagen zich ook Gelderse dieren aan een voorspelling voor de finale. Mis. Octopus Paul overlijdt eind oktober. Blijft natuurlijk de vraag of hij dat zelf heeft zien aankomen.
Tijgertje Sunny laat vele harten sneller kloppen. Ze is blind en zou misschien wel worden afgemaakt. Een dierenarts uit Doornenburg en een oogarts uit Epse springen in de bres voor de pas 10 weken oude circustijger. Ze wordt geopereerd, maar overlijdt later toch omdat ze verschillende aangeboren afwijkingen blijkt te hebben. Ja, dit is het schilderij wat Karel geschilderd heeft. Klopt. Hoe zou u het nou zelf omschrijven? Ja, een beetje zand, zonnig, vrolijk. Ik heb hem! Nou, dit is een grap. Ja. En waarom staat u hier dan al die tijd met dat fototoestel? Nou, gewoon voor de sensatie. Ik ben Snappy, de kleine krokodil. Het scherpe tanden, ik bijt je in je bil. De mogelijke aanwezigheid van een krokodil in een vijver aan het Nijmeegse Stief Bicoplein brengt de autoriteiten in verhoogde staat van paraatheid. De krokodil wordt nooit aangetroffen, maar trekt een aantal dagen wel de nodige dagjesmensen. Een sterk verzwakte orka met de naam Morgan wordt opgevangen in het dolfinarium in Harderwijk. Er ontstaat een felle discussie over de vrijlating van het dier. Ook actievoerders melden zich bij de poort van het dolfinarium. Omdat volgens onderzoekers Morgan zich in vrijheid niet meer kan redden, is besloten de orka niet meer vrij te laten. Was het een succes of juist een enorme flop? Niet eerder is er zoveel discussie geweest over een liedje. Maar zit het helemaal in je hoofd? Gaat het er niet meer uit? Ik ben verliefd, Shalali, gezongen door onze eigen Nijmeegse Sieneke. Het werd onze inzending voor het Eurovisie Songfestival. Als u het niet kan beslissen, dan ga ik terug naar de jury en dan vraag ik het de jury. Nou, Sieneke. Sieneke! Hij heeft het gezegd, het hoogwoord is eruit. Nu besef ik pas hoe chaotisch die avond was. Volgens mij zie ik daar een paar traantjes. Wat een geluk, wat een blijdschap. Sieneke, kom er alsjeblieft bij. Onze eigen Nijmeegse Sieneke kon haar geluk niet op toen ze tijdens een chaotisch geëindigde nationale finale ons land mocht gaan vertegenwoordigen bij het Europese Songfestival in Oslo. 2009, toen heb ik echt gezegd op oudjaarsavond, want 2010 wordt echt mijn jaar. Nationaal Songfestival, ik werd 18, ik ging mijn rijbewijs halen. En ja, dus, het is echt allemaal uitgekomen. En ja, dit jaar kijk ik echt heel goed op terug. En het is echt het jaar geweest van mijn carrière. De belangrijkste hobbel om te nemen was de halve finale in Oslo. De avond van de 27e mei was het zover. Shalali, shalala, gaat Europees. Maar een Europese finale zat er niet in voor Sieneke. Ik zou het niet weten waardoor het niet is gelukt. En weet je het nu nog niet? Nee. We hebben er echt alles en echt alles aan gedaan om alles perfect te hebben. Dus ja, het was ook echt een oer-Hollands liedje met de draaiogen erbij en de memespelers. En het koor was natuurlijk helemaal perfect. En was het dan niet Europees genoeg? Ik denk het. Het nummer Shalali oogste zowel kritiek als bewondering. Maar Sieneke's carrière komt al met al in een stroomversnelling. Er moest wel een hele goede opvolger komen voor een nieuwe single. En dat is natuurlijk Blijf Vannacht Bij Mij geworden. En dat is ook, er zijn heel veel leuke reacties op en ook hoog binnengekomen in de lijst. Geen kritiek erop? Geen kritiek erop, nee, gelukkig niet, deze keer niet. Maar na 2010 blijft waarschijnlijk vooral één liedje in ons hoofd hangen. En dan denkt u misschien dat u al veel heeft teruggezien, maar er gebeurde nog heel veel meer in 2010. Bij een vliegramp in Libië komen 70 Nederlanders om het leven. Onder de slachtoffers 10 mensen uit Gelderland. Het vliegtuig waarin ze zaten stortte vlak voor de landing neer bij de Libische hoofdstad Tripoli. De Gelderse slachtoffers komen uit Groesbeek, Kilder, Hoevelaken en Heerde. Toen maakte hij zijn broek open en toen moest ik mijn hand in zijn broek doen. Wat begon met het bekend worden van seksueel misbruik door paters in het Don Rua-internaat in Serenberg is uitgegroeid tot Nederlands grootste misbruiksschandaal in de geschiedenis. Zo'n 2000 mensen zeggen in het verleden te zijn misbruikt door geestelijken van de katholieke kerk. De commissie Deetman, die het misbruiksschandaal onderzoekt, vindt dat er een collectieve schadevergoeding moet komen voor de slachtoffers. Veel gedoe rond de invoering van de OV-chipkaart. Vervoersbedrijven draaien al een jaar proef met de kaart, maar er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Veel reizigers klagen over prijsverhogingen en onduidelijkheid over het aanschaffen van de kaart. Nou, ook is de kaart volgens reizigers onhandig in het gebruik.
Met name ouderen hebben er moeite mee. Nee, ik snap er geen bal van. Nou, ik vind het toch wel moeilijk, hoor. In februari wordt de chipkaart definitief ingevoerd en kunnen reizigers geen gebruik meer maken van de vertrouwde strippenkaart. Het nieuwe kabinet zet een dikke streep door de plannen voor de bouw van het Nationaal Historisch Museum in Arnhem. De gemeente snapt niks van die beslissing. Arnhem is het uitgangspunt geweest. En dan kan het niet zo zijn dat met het geld van de staatssecretaris nu ineens een andere vestigingsplaats uitgezocht wordt waar de doelstelling hetzelfde is gebleven. Dus ik verwacht dat de staatssecretaris zal ingrijpen. Maar dat gebeurt niet. Er is geen geld voor nieuwbouw en het museum vestigt zich de komende jaren tijdelijk in Amsterdam. Het feest brak en iedereen was ongelukkig. In Apeldoorn wordt een monument onthuld voor de slachtoffers van het Koninginnedagdrama in 2009. Het monument is al snel in trek bij toeristen. Dagelijks staan mensen uit het hele land hier even stil bij het drama dat 8 mensen het leven kostte. Horecamagnaat Sjoerd Kooistra wordt eind juni doodgevonden in zijn woning in Beek-Ubbergen. Al snel is duidelijk dat Kooistra zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Volgens zijn advocaat Oscar Hammerstein is wel duidelijk waarom. Ik durf te zeggen, Heineken heeft hem vermoord. Kooistra was al jaren verwikkeld in een slepend conflict met bierbrouwer Heineken. Woede en onbegrip over het massaal ruimen van schapen en geiten in verband met de Q-koorts. Er worden nodeloos veel te veel dieren, gezonde dieren geruimd. Dit moet gewoon stoppen. Maar het stopt niet. In totaal worden 18 bedrijven in Gelderland geruimd. Veel geitenhouders houden er na de ruimingen mee op. Weurt wordt getroffen door een grote brand. Eind oktober gaat een vleeswarenfabriek in vlammen op. Omroep Gelderland doet dienst als calamiteitenzender omdat de rook en vrijkomende asbest voor overlast zorgen. Weurt werd enige tijd voor gesloten gebied verklaard. Hallo, wilt u misschien een houtje om op te bijten? Tientallen organisaties in Gelderland zijn de dupe van provinciale bezuinigingen. De provincie presenteert dit jaar een pakket van 60 miljoen euro aan bezuinigingen. Onder meer de Gelderse Milieufederatie en het Gelders Bureau voor Toerisme verliezen hun volledige subsidie. Wat fijn dat u in Nederland bent en vaste voet zet in Harderwijk. Welkom! De landelijke intocht van Sinterklaas was dit jaar in Harderwijk. Daarnaast bezocht de Sint nog tal van andere Gelderse steden en dorpen. We zijn dit overzicht begonnen met de eerste Gelderse baby van het jaar, Daan. Hij is nu bijna 1 jaar oud en heeft van het nieuws vast niet zo heel veel meegekregen. Nee, maar zelf heeft hij vast al heel veel meegemaakt. Samen met zijn ouders kijken we terug op zijn eerste levensjaar. Daan, de eerste Gelderlander van 2010. We hadden het in het ziekenhuis gehoord. En toen kwamen we dan thuis en toen kwamen jullie van TV Gelderland. Dat was toch ook wel heel bijzonder. Iedereen had het op tv gezien, dus dat was wel leuk. Ook de verre familie die kon het gelijk zien. In het leven van Daan en zijn ouders spelen weer andere nieuwsfeiten een rol. De eerste brabbelwoordjes, dus papa, mama, mama, mama. Het eerste keer staan, het kruipen. Maar er dient zich nog veel belangrijker nieuws aan voor volgend jaar. Daan had een mooi shirtje aan. Wil je met papa trouwen? En daar zei ik natuurlijk ja op. Dus 2010 kan niet meer stuk? Nee, 2010 kan echt niet meer stuk. Tot zover het jaaroverzicht van het TV Gelderland Nieuws. 2010 zit er bijna op. Wij wensen u vanmorgen een prettige jaarwisseling. Bedankt voor het kijken en fijne dagen.